We hebben eerst een stukje uit het juryrapport. Daarin stond dat deze editie alles in zich heeft om een nieuwe standaardeditie van Adewiecks oeuvre te worden. Wat was uw reactie daarop? Ja, dat is in feite ook wel wat wij geambieerd hebben. De standaardeditie die totdat ons boek uitkwam in voege was, is toch al meer dan een halve eeuw oud. En is ook gebaseerd op een handschrift dat waarvan ondertussen geweten is dat het niet het oudste Hadewieg handschrift is. Dus wij gebruiken een andere legger. Er zijn ook een andere tekst. Zoveel verschillen zijn er wel niet tussen de twee handschriften, maar dat is toch nieuw. En er is natuurlijk ook veel onderzoek naar de Stroofse gedichten, de liederen van Hadewieg geweest de afgelopen 50, 60 jaar. En dat hebben we allemaal kunnen verrekenen in onze nieuwe editie. Bovendien bestond er eigenlijk toch nog, ondanks het feit dat er veel onderzoek gebeurd is, dat wij in de nieuwe editie konden verwerken, was er eigenlijk nog relatief weinig onderzoek gedaan, inhoudelijke studie, naar de inhoud van de liederen zelf. En wij hebben eigenlijk voor het eerst een doorlopende commentaar bij elk lied gegeven, waardoor de liederen ook inhoudelijk echt toegankelijk worden. Hadewieg is aan een mondiale opmars bezig, zouden we zeggen. Wat heel interessant is, omdat ze toch in haar eigen tijd geen brede verspreiding heeft gekend. Het is precies alsof ze tot vandaag heeft moeten wachten om echt een groot publiek te vinden. En hoe lang bent u in totaal met dit hele project bezig geweest? Ja, eigenlijk tussen het moment van de vraag om dit te maken en het moment dat het manuscript bij de uitgever lag, zijn toch wel ruim 4 jaar verstreken. Dus we hebben dan natuurlijk niet de hele tijd aan kunnen werken. Eigenlijk 1 jaar zeer intensief, maar het is ook wel zo dat om die analyses, die inhoudelijke tekstanalyses te maken van die liederen, dat er toch ook heel wat wetenschappelijk onderzoekswerk vereist was, vooraleer we die teksten konden schrijven. En zo kunnen we zeggen dat het alles samen toch wel 4 jaar onderzoek en schrijfwerk gevraagd heeft.